Yo, kijkers van Bomber Games, terug weer naar een nieuwe episode van Battlefield 4. Zoals jullie zien is het vandaag episode 10 van de serie. Het is natuurlijk niet de tiende aflevering. Het zou natuurlijk gewoon 12 kunnen zijn, omdat we natuurlijk 1 week op vakantie waren en ik heb 1 week niet geüpload. Maar het is toch wel een leuke mijlpaal om daar om gehaald te hebben. En het is ook wel leuk om even te zeggen. Het is alleen niet een hele lange episode, dit komt omdat we... Er was niet heel veel leuke footage. En dat kwam eigenlijk omdat ik een paar irritaties last had tijdens het opnemen van deze potjes. Met de eerste irritatie is dat je, als je het spel joint, dat is in principe meer een irritatie van de servers en van het systeem. Dat als je bijvoorbeeld achter een koffer duikt, dat jij achter een koffer duikt. En een tegenstander probeert jou te schieten en die zit jou achter het koffer duiken. Ben je bij hem nog niet helemaal volledig achter de koffer gedoken. Dus kan hij in principe heel makkelijk schieten. Dit is houden ze gepatcht hebben of geholpen hebben in een grote update waar ik de laatste video over had gemaakt. Maar het is eigenlijk nog wel steeds het geval. Het is wel iets minder geworden, dat moet ik wel zeggen. Alleen het is nog steeds zo dat het gewoon je heel af en toe last van hebt. En dat komt eigenlijk, het is niet echt te verhelpen. Omdat het eigenlijk gewoon meer de hele systeem moet dan veranderd worden. En dat gaat een beetje moeilijk. En je zal altijd hebben dat de een iets langzamer of een iets snellere internetverbinding heeft dan de ander. En dan het tweede punt zijn shotguns. Als je wil weten, Operation Rocker, dat is zo'n kleine map met een grote ronde centrum en met een toren erin. Daar heb je heel vaak last van mensen met shotguns. Het is ook wel slim natuurlijk met shotguns, omdat je met in 1 na 2 schoten heb je gewoon iemand makkelijk gekilled. Alleen het is soms echt irritant als je gewoon in het potje zit met normale mensen die gewoon met een gewoon normaal gewoon een assault rifle lopen. Als je dan 1 of 2 mensen hebt lopen met een shotgun en die gewoon een beetje gaan sprayen, proberen kills te krijgen. Dan heb je misschien ook met drive machine guns, daarin is het niet minder irritant. Dat het gewoon echt wel moeilijk is om te schieten als je gewoon aan het lopen bent. Dan ga ik naar het derde punt en dat is dat ik heel vaak last heb van snipers. Meestal in Conquest heb je, of in Rush heb je een paar mensen die gewoon van hele grote afstand gaan proberen mensen te killen met een sniper. Ik speel hier ook met een RFB, dat is natuurlijk een soort DMR, dat is een snelle of een semi-automatische sniper. Hij is heel krachtig in principe, dus voor mij vind ik het heel makkelijk, omdat ik soms wel last had van het mikken, omdat het best af en toe niet heel... Ik heb niet de perfecte settings, dan moet ik nog een keer zoeken. Maar dat is in principe ook een beetje irritant als je tegen je gebruikt wordt. Maar zelf te gebruiken is natuurlijk het lekkerst. Maar die snipers gaan meestal echt op een grote afstand proberen mensen te killen. En als je bijvoorbeeld bij Rush speelt, dan zit je bij het objective bijvoorbeeld zelf te verdedigen. En dan zitten zij van een grote afstand. Bijvoorbeeld, dat is bijvoorbeeld bij Hanan Resort of zo. Zitten zij meestal in het begin op het eilandje. Iedereen die probeert de objectives te verdedigen, probeert ze neer te schieten. En dat is natuurlijk voor hun team is dat super goed en super fijn. Zodat ze gewoon vrij naar die bommen kunnen gaan planten. Alleen het is echt heel irritant als je dat tegen je hebt. En dan het laatste probleem. En dat hebben we denk ik zo'n beetje alle mensen ras van. Dat je als je een potje joint in Battlefield. Dat was voor mij niet in Battlefield 3, maar wel in Battlefield 4. Maar ik weet niet of het nog in Hardline zit. Ik heb het spel niet, dus ik weet het niet. Maar dat als je joint in het begin van het potje en je joint de wereld. En in principe gewoon als je het vorige potje erin zat en je gaat door naar de volgende map. In het begin, meestal is het 10 seconden wel. 10, 15 seconden, maar in Team Deathmatch is het toch nog wel dodelijk. Is het dat je tegenstander nog niet is ingeraden. Soms heb je ook niet je wapen niet is ingeraden. Dus dan loop je gewoon zo met je wapen. Alleen, je kan het niet gebruiken omdat je hier nog niet is ingeraden zit. Of er zitten nog geen kogels in. En je hebt soms ook gewoon dat hele tegenstander er gewoon niet is. Dan ga je gewoon lopen en dan zie je ze niet. Meestal is het wel gelukkig voor een paar seconden in het begin. Maar ik heb het ook wel eens gehad dat ik er gewoon 1 à 2 minuten gewoon niks kon doen. Ging gewoon in principe wachten in het screen, de deployment screen, totdat ik kon spannen, totdat het weg was. Want dan zie je meestal ook niet. Als je het hebt, om te kijken of wanneer je weer gewoon normaal kan spelen, dan moet je meestal in gevallen gewoon wachten totdat je al je wapens zijn ingeraden. En als je de wapens gaat aanpassen, moet het wapen gewoon goed te zien zijn. Maar dit waren dus mijn irritaties. En ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet te liken, te favoriten, te abonneren. Ons volgt Twitter @BomberGaming. En dan zie ik jullie bij aflevering 11. Later.